welkom bij de club, hè. Dat net even verteld. En toen nog acht tegen de club. Wij zijn naar vrienden vandaag hier. Alles voorzien van de ziekte. Ja, dan het verhaal van Marco zelf. En dat moet boeiend zijn te zien. Ik hoop het. Ik is, Oké, prima. Oké, nou, een kaartje gaat over een van de dingen die ik in de loop van die inmiddels 16 jaar gedaan heb. En nog steeds doe. Of vier doe, moet ik zeggen. En dat is zoeken naar nieuwe planten. En in zijn algemeen eigenlijk planten die waarnemingen. Ja, wat een beetje aan bod gaat komen is, hoe ben ik daartoe gekomen? Wat is de oorsprong van mijn interesse in plantengebieden? Hoe is het begonnen? En in mijn geval is het begonnen met als vrijwilliger mee gaan werken aan het Spacewatch project. En hoe is het verder gegaan? Het zoek heeft gaan zoeken naar plantengebieden in het niet-archief. En wat op dit moment aan het doen ben is het gebruik van remote telescopes. Dus telescopen die je op afstand via internet bedient om astrometrie aan planten te doen. En sinds deze zomer ook weer een plantje die dezelfde gaan ontdekken. En als laatste loopje ook sinds deze zomer dat ik nu bij een meer professioneel project betrokken ben. Wat op zoek is naar near-earth asteroids. Dit is waar de meeste mensen mij denk ik qua naam van zullen kennen. Het meteorenwerk met in de jaren 90 rond de uitbarsting van de Perseidezwerm en de Leeuwliedenzwerm. Waar op een gegeven moment vanuit de DMS een aantal grote waarnemingsexpedities werden georganiseerd. Serieuze waarnemingsexpedities waar ook echt wetenschappelijke resultaten uitkwamen. Waarvoor ik her en der gewipt over ben geweest. China is er heel veel bekend op de grootste reizen eigenlijk. Maar veel meer andere landen geweest, Spanje, Portugal, in 2001 naar Amerika, naar hetzelfde gebied waar de beide heen net over verteld hebben. Dus ik kom maar net voor. En daar zijn ook een aantal wetenschappelijke publicaties uitgerold waar ik aan deel heb genomen. Er zijn er een paar. Sommige ben ik de hoofdauteur, andere ben ik co-auteur. En dit ging allemaal over meteoren. Maar die meteoren zijn eigenlijk één aspect uit wat bredere interesse die zich inderdaad laat samenvatten als kleine objecten in het zonnestelsel. En dat omvat meteoren, maar ook meteorieten, kometen en planetoïden. En eigenlijk is mijn belangstelling binnen dit veld langzaam een beetje verschoven over de loop van de jaren. In de jaren 80 is het eigenlijk een beetje begonnen met de kometen. Daar ben ik nooit zo heel erg actief op geweest. Maar vanuit de kometen kwamen op een gegeven moment de meteoren om de hoek. En later zijn daar meteorieten en planetoïden bijgekomen. En met name die meteorieten zijn heel interessant, want via meteorieten en daar ook planetoïden kon ik ook nog twee verschillende interessegebieden gaan combineren. Namelijk sterrenkunde en geologie. En het is net wel even aan bod gekomen. Ik ben archeoloog van beroep. En in mijn opleiding heb ik een stevige poot geologie meegekregen. En ook heb ik interesse op geologie heel duidelijk. En zodra je geologie en sterrenkunde gaat combineren, kom je al snel bij meteorieten uit. En dus ook bij planetoïden. Want meteorieten zijn natuurlijk samples van planetoïden. Deze meteoriet is een klein stukje van een Apollo-planetoïde. Dus ook kom je al snel bij planetoïden uit. Dat begon langzaam, zeg maar zo eind van jaren 90, midden jaren 90 begon te gisten, langzaam voor de vuurrollen. En de relatie is toch gewoon de zwermen die vuurrollen geven, waar misschien toch ook wel degelijk meteorieten tussen kunnen zitten. De meeste meteorzwermen zijn cometair, maar er zijn een paar zwermen die asteroïdaal van oorsprong zijn. En op een gegeven moment kwam er ook steeds meer het idee dat er toch wel degelijk iets als meteorietenzwermen ook zouden kunnen bestaan. Die vuurbollen en meteorieten hebben te maken met planetoïden die de aarde dicht kunnen naderen. En die brokstukjes en kleine planetoïden die zo klein zijn dat je eigenlijk nauwelijks planetoïden kan noemen, kunnen die brokstukken van kunnen als meteoriet het aardoppervlak bereiken. En zo begon mijn interesse in near-earth asteroids. Planetoïden die de aarde dicht kunnen naderen, mogelijk zelfs kunnen botsen met de aarde. En via een mede-amateur in Amerika, Brouwer, die attendeerde mij op een gegeven moment op van joh, wist je dat ze op dit moment de hulp zoeken van amateurs bij het zoeken naar die near-earth asteroids. En
Dat gebeurde vanuit het Spacewatch-project, een van de bekende grote zoekprojecten naar planetoïden die de aarde dicht te benaderen. Tom Geerbos, bekende en helaas is heel lang geleden overleden, astronoom van Nederlandse origine, was daar heel actief mee. Hij is de oprichter van dit project. Waar Spacewatch maakten en maken ze iedere helder nacht opnames van de hemel op zoek naar planetoïden. Dat zijn een heleboel opnames die per nacht gegenereerd worden. En die worden in eerste instantie met een computerprogramma worden bekeken om te zien of daar bewegende objecten in zitten. Nu is het punt dat die automatische zoekroutines met de computer, die zijn nog steeds niet zo goed dat ze daar alles ook echt uitpikken. Dus zelfs als die automatische zoekroutines er overheen zijn geweest over die beelden, kunnen daar toch nog objecten in verborgen zitten. Nou, op een gegeven moment wilden ze vanuit Spacewatch die objecten toch ook graag wel meenemen. En kregen ze daar ook geld voor om daar wat mee te gaan doen. Inmiddels een project van publieksparticipatie. En dat is tegenwoordig is dat begint al steeds populairder te worden. Er zijn een aantal van dat soort projecten. Je kunt sterrenstelsels klassificeren, je kunt naar exoplaneten zoeken. Maar eigenlijk is dit Spacewatch project rond Near Earth Asteroids, zoals een van de eerste projecten in de sterrenkunde waar ze dat gingen doen. En je kon je daarvoor aanmelden en dan kreeg je een hele korte training hoe je die opnames moest bekijken. En je kreeg vervolgens een inlogcode en iedere heldere nacht dat Spacewatch actief was, werden eigenlijk in near real time, binnen 1-2 uur nadat ze genomen werden, werden die opnames geüpload naar een server. Daar logde je op in en op het moment dat de opnames beschikbaar kwamen, ging er een alarm af en dan kon je ze downloaden. En dan kon je ze gaan inspecteren met het oog dus op mogelijke near Earth asteroids. In het begin waren we met een vrij klein groepje amateurs, een internationaal groepje wat dat deed. En toen was het ook heel leuk, want dan kon je echt tientallen opnames per ochtend bekijken. Dat was het leuke van dit project. Als het nacht is in Amerika, is het ochtend bij ons. Dat betekent dat op het moment dat die opname beschikbaar kwam, was het mooi precies in de ochtend bij ons. Gewoon bij het ontbijt om 6:30 of zo, met een kop koffie erbij, kon je die plaat gaan inspecteren. Ik heb helaas geen voorbeeld. Had ik echt snel beschikbaar van hoe zo'n plaat eruit ziet. Die zijn zo'n soort die CCD-opnames zijn heel groot, als ik het op het beeldveld hier. Maar je hebt in essentie een enorme opname voor ogen, vol met sterren. En daar ging je zoeken naar kleine spoortjes. Near Earth asteroids, die dicht bij de aarde zitten, die bewegen zo snel dat ze in de tijd, dat is inmiddels de belichtingstijd, die we gebruiken voor Spacewatch, gewoon allemaal spoortje trekken. En dit is een voorbeeld van zo'n spoortje die je aan en uitflitst, omdat dit een blink is van verschillende opnames op één. En dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt, want er staan tal van spoortjes op zo'n opname die geen planetoïden zijn. Er staan ook nog gray effects op, er staan sterrenstelsels op die net een spoor lijken, noem maar op. En uiteindelijk hebben we wel best wel geduld nodig moeten hebben om daar dingen te vinden. En in mijn geval heb ik, nadat ik over meer dan een jaar zo'n 3000 opnames gekeken heb, had ik een eindelijk ontvondst te pakken. Op de ochtend van 9 april zag ik op mijn beeldscherm opeens dit streepje opduiken. En dit streepje kreeg eerst de voorlopige code SW40LW van SW van Spacewatch. En werd zo aangemeld bij het Minor Planet Center van de IAU. Dan wordt het op de IOCP geplaatst. Een webpagina waar al dit soort eerste detecties op geplaatst worden met een oproep voor andere sterrenwachten om te gaan kijken of ze het object terug kunnen vinden. En nadat het object inderdaad door een aantal andere sterrenwachten ook was teruggevonden, kreeg uiteindelijk de aanduiding 2005 GG81. En dit kleine streepje wat ik daar ontdekte is een aantal planetoïden. Een planetoïde die de baan van Mars kruist, maar net niet binnen de aardbaan komt. Het is een vrij klein object, onder bij de 40 meter waarschijnlijk, een beetje afhankelijk van wat de albedo is, dat is niet bekend. En uiteindelijk is het object over 3 nachten waargenomen door verschillende sterrenwachten. Een hele korte waarneembogen. En dit was mijn eerste Near Earth Asteroid ontdekking. Niet mijn eerste planetoïde ontdekking. Daar zal ik straks over vertellen. Dit is de baan van het object van het bewuste Near Earth Asteroid. En zoals ik zei, het is een Amor. Hij blijft hier net buiten de aardbaan. En het dichtste nadeel tot de aardbaan van de planetoïde baan is ongeveer 0.053 AE. Dat is dichtbij, maar niet zo dichtbij dat hij gevaarlijk voor ons is.
Nou, dit is de MPEC, de Minor Planet Electronic Circular, waarin de ontdekking bekend is gemaakt. Dit zijn de observaties van Spaceport van 2080. Dit zijn de ontdekkingsobservaties, dat is een sterretje hier die de ontdekking aangeeft. 691, dat laatste, dat is de code van Spacewatch. En op de laag hebben we dezelfde MPEG staan als de Observer Details. En hier is Short Observatory Kippie, dat is de Spacewatch. De 0.9 meter telescoop. En hier staat ook netjes vermeld samen met Jim Scotty, Tim Pressing van Spacewatch. Voorlopig gaan we dit object niet meer zien. Dit is een baanintegratie die ik heb gedaan. En dit is de plek in, 1.0.2.5. En eigenlijk een periode van net iets meer dan 3 jaar. En dat betekent dat de eerstvolgende keer dat het zo dichtbij is dat hij weer gezien kan worden, is waarschijnlijk in april 2051. En dat is enkele dagen voor mijn 81ste verjaardag, dus misschien maak ik het nog net mee. Zoals ik al zei, dit was mijn eerste Near Earth Asteroid ontdekking. Het was echter niet mijn eerste Plantoïde ontdekking. Want eigenlijk voortkomend uit datzelfde Spacewatch project, ging ik al snel ook op een andere manier naar planetoïden zoeken. Binnen het clubje enthousiaste vrijwilligers dat we daar hadden, waren een aantal amateurs die op een gegeven moment ontdekten dat er nog een tweede bron van materiaal was waarin je zelf als amateur naar planetoïden kon zoeken. En dan in dit geval niet meer Earth Asteroids, maar gewoon normale planetoïden, mainbelt planetoïden tussen Jupiter en Mars in. En dat zijn in opname van het NEAT-project. De Earth Asteroid Telescope is ook zo'n zoekproject wat sinds het einde van de jaren 90 naar Near Earth Asteroids zoekt. Maar in hun opnames, want dat geldt ook wel, is er ook nog een heleboel ongeïdentificeerde mainbelt asteroids. Nou, niet van de NASA, en de NASA, omdat het met publieks geld gefinancierd wordt, heeft als verplichting dat alle informatie ook aan het publiek beschikbaar moet zijn. Dus al die opnames kun je gewoon downloaden, die zijn beschikbaar in een publiek toegankelijk archief. En daarin kun je gaan zoeken, ook als amateur. Nou, dit is de telescoop waarin de meeste van de opnames gemaakt zijn. Ze gebruiken ook nog een andere telescoop op Hawaii. Maar ze hebben een tijd lang van deze bekende Schmidt-telescoop gebruikt, maar van Palomar. Dezelfde Schmidt-telescoop waar de Van Houten zou Leiden ook mee gezocht hebben naar Jupiter-Trojanen. En uiteindelijk heb ik zelf dus met de opnames van deze telescoop ook een drietal Jupiter-Trojanen ontdekt. En ja, dat was wel heel speciaal, want de Van Houten zijn een beetje mijn helden op dit terrein. En als je op een gegeven moment dezelfde telescoop die hun al gebruikt, ook zelf ook Jupiter-Trojanen gaat ontdekken, dan heb je toch een beetje het gevoel dat je heel bescheiden in de voetsporen van je helden treedt. En dat geeft toch een heel apart gevoel. Nou, hoe dat nou gaat, dat zoeken in het archief is heel simpel. Het archief is per internet gewoon toegankelijk. En je kunt daar zeggen van, je kunt gewoon een locatie aan de hemel opgeven en een datum en zeggen van ik wil alle opnemers namelijk binnen bijvoorbeeld een maand tijd van dit stukje hemel die er in jullie archief zitten. Nou, dan rolt er een lijst uit. Maar wat je wil hebben is, wat die andere surveys doen, is dat ze hetzelfde stukje hemel tenminste 3 keer fotograferen. In ieder geval een tussenruimte van ongeveer een kwartier. Dus je wilt die 3 opnames hebben. Vervolgens ga je daar een filmpje van maken en ga je kijken naar bewegende objecten. Dus je selecteert zo'n triplet van 3 opnames. Die ga je downloaden, volgens in een speciaal programma Astrometrica, een astrometrisch programma. Open je die en ga je er een filmpje van maken. Nou, dit is niet de hele opname, die opnames zijn veel groter, maar een stukje ervan. En dit is zo'n filmpje, en hier staat mijn allereerste ontdekking in beweging. Dit was in 2004 mijn allereerste planetoïde ontdekking, die nu inmiddels bekend staat onder deze aanduiding. Nou, als je dus zo'n bewegend object in een waaropname zag, dan eerst wat je ging checken van is het een bekende planetoïde? Dat was in dit geval niet zo, dus geen bekende planetoïde. Vervolgens ga je dan dus meten. En dat doe je met hetzelfde programma. Dus je gaat heel nauwkeurig aanklikken. Het programma fit, met behulp van de sterachtergrond, fit daar mooi aan. En dan krijg je een serie coördinaten. En maar dan ben je er nog niet. Want in die tijd, tegenwoordig is dat iets anders, want de regels zijn veranderd, maar in die tijd, 2004, 1 detectie van 1 nacht had eigenlijk geen waarde, want op basis van 1 detectie op 1 nacht kun je niet over 5 jaar dat object terugvinden. Kortom, je moest meerdere nachten zien te krijgen en een zekere waarneemboog om voldoende waarneming te hebben om een enigszins nauwkeurige baan te krijgen, nauwkeurig genoeg om dat object in ieder geval het jaar erop bijvoorbeeld weer terug te kunnen vinden.
Nou, dan moet je dus meerdere nachten hebben. Nou, hoe je dat doet vanuit die ene nacht die je in eerste instantie hebt, is dat je hebt die drie metingen van die ene nacht en een kwartier tussenruimte. En volgens ga je daar een soort heel globale voorlopige baan aan vinden, een zogenaamde Weissenbaan. Daarmee neem je aan dat het object in zijn perihelium zit en net door zijn perihelium gaat. En je doet een aanname over de afstand van het object. Dus je moet een beetje goede aanname doen over wat ongeveer de afstand van het object is. Dus een typische waarde van het beeldbeeld tot het hier een waarde. Nou, dan komt er zet baanelementen uit. Die zijn absoluut niet nauwkeurig. De werkelijke baan van het object kan hier fors van afwijken. Maar het geeft wel een indicatie. En met behulp van deze baanelementen kun je in de volgende nachten gaan zoeken. En het leuke van het SkyMorph-archief van NEAT is dat je gewoon de baanelementen kunt invoeren en zeggen van oké, object met deze baanelementen, in welke opname uit je archief moet dat staan? Nou, wat je dan hoopt is dat je in datzelfde archief opname vindt die hooguit 3 of 4 nachten later zijn. Want dan heb je nog een kans om inderdaad op die opname dit object weer terug te gaan vinden. Lukt dat niet, zijn de eerstvolgende opnames pas 2 maanden later, dan kun je het eigenlijk wel vergeten. Want die onnauwkeurigheden die eerst bepaalde baan zijn zo groot dat het object dan de werkelijkheid van graden verder staat. En dan vind je het eigenlijk niet meer terug. Maar in ieder geval bij dit object, en uiteindelijk bij nog veel meer objecten die ik in het archief heb ontdekt, lukte dit op basis van de voorlopige baan. Nieuwe beelden gedownload en uiteindelijk heb ik over een waarde boven ongeveer een maand heb ik meerdere nachten kunnen vinden waarin hetzelfde object zichtbaar was. Nou, dan heb je een mooie set gelinkte data van meerdere nachten, de coördinaten, die stuur je op naar het Minor Planet Center van de IAU. En als die denken van nou, dit klopt, dan heb je een planetoïde ontdekking en dan rolt daar een aanduiding uit. En in dit geval dit is de ontdekkingscirculeur, een deel van een hele grote lijst van ontdekte objecten. En hier staat, hij heeft naar dit de aanduiding 02NX750 als voorlopige aanduiding. En hier staat de New One Precision Orbits, de nieuwe objecten, één enkele positie waargenomen. En hier staat hier, dat is hem. En dit was mijn eerste ontdekking. En inmiddels is dit object door een heel groot aantal andere observatoria behoorlijk aantal keren waargenomen. En door andere surveys, inmiddels heeft hij zelf een permanent nummer. En vandaar is ruim de 300.000ste planetoïde. Ja. Dat lama doorlacht zich daar op jouw achteraan het voet aan. Ja. Kijk, wat je doet als je het opstuurt naar de NPC. NPC is dat je het een eigen voorlopige code geeft. En in mijn geval heb ik op een gegeven moment voor die code is gewoon lama, Blanco, Marco en dan een volgnummer gegeven. Dus net zoals Spacewatch doet, die zegt ook Spacewatch, SB en dan een volgnummer. Dus dat ben je helemaal vrij in om dat zelf te kiezen. Lama gebruik ik wel heel lang als parade. Dus vandaar. Laat ook zien dat er waren 8 objecten voor dit object die ik niet kon terugvinden. Die ik maar op 1 enkele opname, 1 enkele nacht heb kunnen waarnemen. En die uiteindelijk niet op andere nachten terug te vinden waren. Dus lang niet ieder onbekend object wat je op een opname terugvindt, leidt uiteindelijk tot een echte ontdekking. Je vindt het lang niet altijd op een volgende nachten terug. Nou, deze eerste is een vrij standaard planetoïde, ongeveer 1 kilometer groot. Dit zoeken in de NEAT-archieven heb ik gedaan van 2004 tot begin 2009. Toen ben ik met gestopt en dat had eigenlijk een aantal redenen. Een van de redenen was dat er inmiddels veel meer surveys actief werden, waardoor het veel moeilijker werd om nieuwe objecten te vinden nog in de NEAT-archieven. Heel vaak bleken dan toch al wel detecties van objecten gedaan zijn door een van de andere surveys. Een andere reden was dat ik in 2008 met een nieuw onderzoeksproject begon aan de universiteit, een archeologisch project waardoor ik gewoon minder tijd hiervoor overhield.